moest jij ook onderlagen make-up? Of? Een beetje. Veel minder dan... helaas, ja. Vertelt dat iets over mijn leeftijd. Maar ik moest een beetje wat ouderdomsvlekjes hebben en zo. Bovendien heb ik ook een brug hier die ik kan uitnemen. Dus ik heb ook mijn gebit uitgenomen, waardoor je ook, dat geeft ook wel iets. Ik ben dus in werkelijkheid de oudste acteur en de jongste broer. Door het feit dat ik minder make-up op heb. Jij hebt ook de minste woorden eigenlijk. Hè? Ja, ik spreek niet eigenlijk. Ja. Misschien niet. Misschien wel, maar in elk geval veel, vooral niet. Maar dat is geen, ik ben niet doofstom of zo. Allee, mijn rol, hè, P. César, hoe heet de andere nu weer? Ik ben het al vergeten. Raoul, ja, César Raoul, en P. Ja. Ik speel P. En die is een of andere reden die de mensen gaan zien als ze de film bekijken, die mij er toen hoopt eigenlijk van te stoppen met praten. Het is niet dat ik niet meer kan praten, ik ben ook niet doof, ik hoor alles, maar ik praat niet. Dus dat was ook een uitdaging hoor, dat is moeilijk. Ik ben heel er altijd bij en ja, mijn functie is voortdurend eigenlijk veel oplossen. Ik ben degene die de ruzies en de problemen moet oplossen, maar zonder dat ik praat. Dus ik heb een contact met mijn Erwig, met de César, de oudste broer. Die verstaat mijn gebaartjes, dus ik heb zo'n eigen, wij hebben een eigen gebarentaaltje eigenlijk, die jij heel goed snapt. Dat mag ik wel vertellen, dat is een leuk ding in de film. Dat, ja. Dat maakt het moeilijker in die zin dat ik moest oppassen dat ik bijvoorbeeld niet te veel mimiek gebruikte of zo. Hè, want als je geen woorden hebt, dan je moet toch blijven spelen, hè, en op de juiste manier. Zonder te veel te doen of smoelentrekkerij te gaan doen. Het voordeel was dat je geen turnhuis moest spreken. Nee, dat heb ik niet moeten aanleren. Wow, dat had ik wel gedaan hoor. Ik vind dat nou niet zo erg om een accent. Peter heeft het gedaan, hè. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.